Suriname beschikt nu over een eigen website voor klimaatverandering. Deze website, de Klimaatverandering Estafette, is vandaag gelanceerd door Stichting Scrivi. Het doel van de website is om centraal en overzichtelijk alle verkregen informatie over klimaatverandering te documenteren. Hierbij zal er gebruik worden gemaakt van journalistieke teksten, wetenschappelijke essays en informatie vanuit de overheid. De website moet de nodige bewustwording op gang helpen brengen. Kevin Hadley, projectmanager bij Stichting Scrivi, zegt dat veel Surinamers ervan uitgaan dat klimaatverandering iets is dat in het buitenland plaatsvindt. Maar we ervaren de effecten gewoon elke dag. De hitte, deze week vooral, de zware regens, maar in de afgelopen jaren de rukwinden, in de afgelopen jaren de plekken die in het binnenland onder water liepen. En het is belangrijk dat we eigenlijk onze gedachten gaan veranderen. We hopen dat door bepaalde maatregelen te treffen nu, dat we de effecten van klimaatverandering kunnen verminderen. Maar ik ben iemand die toch wel realistisch is. We moeten gewoon onze manier van leven gaan veranderen. En dat wil zeggen, we moeten nu beter gaan inspelen op bijvoorbeeld weersverwachtingen. Als we weten dat het gaat regenen, voorbereidingen treffen om, mocht het zwaar gaan regenen, voorbereidingen treffen dat onze huizen minder zwaar onder water lopen. Als we weten dat de hittegolven aankomen, meer water drinken. En ervoor zorgen dat onze kinderen genoeg drinken. We moeten onze gedachten gaan veranderen omtrent klimaatverandering. En eigenlijk gaan anticiperen op de weersverwachtingen, anticiperen op de informatie dat er is. Hoe we nu moeten gaan leven. En het is belangrijk deze informatie zo toegankelijk mogelijk te brengen. En dat is de bijdrage die deze website, die dit project gaat leveren. Juridisch adviseur Gina Griffith zegt dat er niet alleen informatie over klimaatverandering op de website geplaatst moet worden, maar juist ook informatie over het milieu. Yvette Pengel-Patterson, onderdirecteur klimaatverandering bij het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, is blij dat er organisaties zijn die de overheid helpen om de bewustwording over klimaatverandering op gang te brengen. Want wat we toch wel merken is dat er heel veel informatie is over milieu in Suriname. En dat is het climate change, biodiversiteit, vervuiling, afval. Maar die informatie is heel vaak inderdaad bij verschillende instanties en organisaties en instituten. En het wordt heel vaak niet echt op een manier gepresenteerd die voor de normale burger te begrijpen is en makkelijk te consumeren is. Toen ik dit initiatief vernam van de initiatiefnemers natuurlijk, was ik aan de ene kant blij, want dat we er dan weer zouden moeten doen als overheid, als ministerie. Dat zij dan onze stapje voor waren om dat zij komen tot een website. Website met alle informatie, de centrale locatie. Maar nog belangrijker dat die data toch wel behapbare taal is voor de doorsnee Suriname. Dus dat ze in zaken over te zien als SOE, NDC, weet je, maar dat ze wel weten wat voor termen ze moeten gebruiken, zodat het toch wel makkelijk te begrijpen is voor de doorsnee Suriname. Stichting Scrivi is zich ervan bewust dat het begrip klimaatverandering nog meer uitleg nodig heeft in Suriname. Het is belangrijk dat de samenleving weet dat een ieder last ondervindt van klimaatverandering. Stichting Scrivi gelooft dat wanneer de samenleving zich bewust is van de situatie, er ook oplossingsmodellen voor het probleem aangedragen kunnen worden. Een ieder kan de website www.klimaatveranderingestafette.sr bezoeken.